Ja, in Litouwen is het de normaalste zaak van de wereld. Een misverkiezingen voor geiten. Mee. Elk jaar komen er honderden mensen bijeen in het stadje Ramsgala om de mooiste geit uit te kiezen. Dit jaar heeft geit Dimite gewonnen. Dimite, die in het Litouwse kleine vlek betekent, is 16 maanden oud. Zij heeft vijf andere geiten in de wedstrijd verslagen. Haar eigenaar, de gepensioneerde dierenarts Ferdinandas Petkevicius, moeilijke naam, heeft al vijf keer eerder met een geit geprobeerd de wedstrijd te winnen. En deze keer lukte het om uiteindelijk de prijs in ontvangst te nemen. Nou, ik vind het hartstikke leuk nieuws dat een geit wint als misverkiezing de mooiste geit. En is een heel grote ziek. En ik vind het hartstikke leuk om te horen. Ja, het is gewoon opmerkelijk nieuws. Maar schijnbaar is het in Litouwen de gewoonste zaak van de wereld. Ik had het er nog nooit eerder van gehoord. Maar ik vind het wel heel opmerkelijk nieuws. En ik zou zeggen ook waarom niet? Je kan overal opstemmen. De volgende keer is het de mooiste kameel verkiezing. Of de mooiste kangaroo. Of de mooiste duif. Maar de duif is dood. Of honden en katten, dat vind ik nog heel normaal. Maar in dit geval een geit. Ik zou zeggen de mooiste varken, dat zou ook nog kunnen. Nou, kies het uit en wat zou jij zeggen van welke verkiezing moet er plaatsvinden van welk dier of van wat dan ook. Ik laat het aan jouw fantasie over en ik hoor graag wat de verkiezing, misverkiezingen van jouw dier zou moeten zijn. Ik ben benieuwd naar jouw reactie en.